Beste leerling, welkom bij Elements of AI, les 8. We waren tijdens het schooljaar al begonnen met die lessen rond Elements of AI, waarbij we aan de hand van de cursus van de Universiteit van Helsinki, Finland, artificiële intelligentie proberen te doorgronden. We zijn er nu al 7 lessen verder gekomen. Het zou zonde zijn om dat verloren te laten gaan door de coronacrisis, nietwaar? Wij gaan dus deze lessen doen aan de hand van videofragmenten, gecombineerd met een PowerPoint. Er zal dus heel weinig verschil zijn met de lessen die je normaal gezien van mij zou krijgen, fysiek in de klas. Want het is dezelfde PowerPoint, het is dezelfde leerkracht. Alleen heb je nu de kans om de video af en toe eens te pauzeren als je iets niet begrijpt of opnieuw te kijken. Nadien kan je vragen stellen via Smart School door een bericht te sturen of via Teams, de applicatie om een chatbericht te sturen. Er zal op het einde van heel de lesreeks ook nog moment zijn om extra vragen te stellen. Maar voor de rest, het gaat hier om een online cursus. We waren er al mee bezig. Je weet hoe het werkt. Er zal dus in de praktijk weinig voor jou veranderen. Oké. Ik zal nu mijn venster hier wat verkleinen. Ik zal de PowerPoint in het groot op jullie beeldscherm laten verschijnen. Wat zullen we in deze 8e les doen? In deze 8e les zullen we stilstaan bij neurale netwerken en hoe deze werken. We hebben in de vorige les gezien hoe artificiële intelligentie gebouwd is. Er komt er eigenlijk heel veel bij kijken dat we ook zien bij de opbouw van onze hersenen. Wat hebben die onderzoekers gedaan, die computerwetenschappers? Hebben gekeken hoe leren mensen, hoe werkt het menselijk brein, hoe leert het menselijk brein? En ze hebben die concepten eigenlijk genomen en toegepast om zo efficiënt tot een manier te komen van artificiële intelligentie, van machine learning. Het leent dus heel veel concepten die we eigenlijk terugzien bij biologie en natuurwetenschap. Dat komt wel heel handig van pas. Die neurale netwerken slaan ook op neuronen en dus onze hersenen. Neuronen kennen we vanuit de les biologie. Neuronen bevatten een cellichaam, bevatten een synaps, bevatten axonen en dendrieten. Ook hier, bij een artificiële intelligentie, zal zo'n neuron, zij het artificieel, niet biologisch, een aantal inputs hebben. Dus een aantal signalen komen binnen. Hij zal daar via een algoritme een bewerking op uitvoeren en een signaal als output geven. Een signaal kan een berekening zijn, kan een 1 of een 0 zijn, die hij als output geeft. Voorbeeld, we hebben een algoritme of een AI om het winkelmandje te beheren op bol.com. De inputs voor ons model zijn de dingen die we in ons winkelmandje steken. Dat kan bijvoorbeeld zijn een PlayStation 4, een nieuw videospel, 2 boeken of 15 rollen wc-papier. Dat zullen onze inputs zijn. Onze output in dit geval zal een berekening zijn. Zo'n input heeft natuurlijk ook een gewicht. Als je meer PlayStation 4 in je winkelmandje steekt, zal de output, je prijs, ook stijgen. Lijkt relevant. Dus, onthoud. Bij artificiële intelligentie maakt gebruik van biologische termen, zoals neuronen. Krijgt een input binnen, zal aan de hand van die input een output genereren. Die inputs, zoals aangeduid op de dia, in dit geval zijn er 3. Dus we krijgen 3 verschillende inputs binnen. Voor een ander voorbeeld, zelfrijdende auto. Een zelfrijdende auto maakt gebruik van sensoren. In het geval van Tesla zijn dat voornamelijk camera's. Andere fabrikanten gebruiken er ook nog sonar, radar, lidar bij. Deze worden gebruikt om het artificieel intelligentiesysteem dat erachter zit in te lichten, up-to-date te houden en dat hij daarop, aan de hand van de inputs van die camera's en die sensoren, een output kan genereren. In het geval van een zelfrijdende auto hopen we dat dat veilig verkeer zal zijn of veilig voortbewegen. Maar die camera's en die sensoren, je kan daar wel een beetje in spelen. Bepaalde sensoren, zoals de camera's, kunnen wij misschien belangrijker vinden dan de LiDAR of de radarsensor die erop zit. We zullen bijvoorbeeld zien, een camera heeft doorgaans goed beeld, maar wat merken we? Een camera, we moeten maar zelf eens proberen thuis, als je foto neemt, als je camera inschakelt wanneer het donkerder wordt of slechter weer, zal het beeld dat de camera produceert een pak minder zijn. De camera zal zijn ISO-waarde omhoog moeten gooien of zijn diafragma openstellen. Meestal zal dit een slechter beeld weergeven, meer ruis, onduidelijker, onzekerder in dit geval, meer kans op fout. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat AI van de zelfrijdende auto op dat moment
de radar of de sonar die hij gebruikt, die dus minder onder invloed is van een gebrek aan licht, meer aan belang geeft of meer gewicht geeft, is in berekening. Dus, zo'n AI maakt gebruik van neuronen. Neuronen maken gebruik van input die ze verrekenen om bepaalde output te geven. Die input kunnen verschillende gewichten hebben of verschillend belang. Dus daar kan het ook een klein beetje in spelen. Hier hebben we zo'n formule van die berekening dat die neuron uitvoert. Heel simpel, het is een intercept plus weight 1 maal input 1 plus weight 2 maal input 2 plus weight n maal input n. Dus dat wil zeggen, we hebben drie verschillende termen die daarbij komen kijken. Intercept, of het snijpunt met de i-as, gewicht 1 en input 1. Gewicht 2, input 2, en zo verder. Bijvoorbeeld, wij hebben een AI die aan de hand van een algoritme de groeicurve van een baby kan berekenen. Dus die kan aan de hand van de data die we daarin gestoken hebben, ongeveer berekenen, kind- en gezingewijs, wat dat de proporties zullen zijn, hoe groot of hoe zwaar dat de baby zal zijn na 3, 6, 9 maanden en zo verder. We hebben dus een intercept, een snijpunt met de i-as. Als de baby pas geboren is, zal onze grafiek niet beginnen bij 0. Een pasgeboren baby weegt niet 0 gram. We weten wel, een pasgeboren baby weegt misschien 3,5 kilo. Of is, als we het op lengte doen, is ongeveer 50 centimeter lang. Dus een snijpunt met de i-as. Als de x-waarde 0 is, wat is dan onze y-waarde? Snijpunt met de i-as of in het Engels intercept. En dan kunnen we gaan spelen met die gewichten en met die inputs. In de vorige oefening, uit de vorige les, hebben we de levensverwachting van een persoon berekend. En kon het zijn als een persoon meer rookt, dat de levensverwachting ging dalen. 1 sigaret was bijvoorbeeld een half jaar of een jaar, 1 sigaret per dag beter, was bijvoorbeeld een jaar direct minder. Dus een sigaret had een hoog gewicht. Wat zien we? Groente eten per dag kwam een half jaar bij. Dus 1 sigaret was in 1 jaar minder, een groente per dag was een half jaar bij. Dus we kunnen met die input spelen, in dit geval 2 inputs, roken en groenten eten. We hebben die ook 2 gewichten toegekend. Roken was direct een heel sterk strafpunt dat je kreeg. Groenten eten per dag was een half pluspunt dat je kreeg. Een persoon die, waar we niet, geen rekening of die we niet de hele systemen halen, had ook nog altijd een bepaald intercept. Niet iedereen heeft. We kunnen zeggen dat de i-as het er snijpend is met de i-as. Dus de formule bevat 3 dingen. Intercept, snijpunt met de i-as, gewicht en input. In die volgorde. Ik heb ook een voorbeeld op de dia gezet. 10 plus 5,4 maal 8. Dat is 1 product, 2 factoren. Welke factoren? Gewicht en input. Ik heb ze ook aangeduid met dezelfde kleuren in de formule, om het voor jullie iets eenvoudiger te maken. Plus min 10,2 maal 5, dat is onze tweede factor, of gewicht 2 maal input 2. Min 0,1 maal 22 is een volgende factor, het volgende product beter. Product bestaat uit 2 factoren, gewicht 3 maal input 3, en zo verder en zo voort. Wij kunnen deze gebruiken om bijvoorbeeld de prijs uit te rekenen van een winkelmandje. Een eerste oefening. We zitten in hoofdstuk 5, oefening 21. Het zijn er maar 25, dus we beginnen het einde van de cursus te naderen. Oefening 21. We krijgen een formule. Het wordt gevraagd aan ons om die formule te bekijken, de elementen erin te herkennen en de vragen op te lossen. Het is exact dezelfde formule als op de vorige slide, om jullie eventjes te kunnen helpen. Vraag 1. What is the intercept term in the expression? Dus de vragen, wat is het snijpen met de i-as in de formule zoals voorgesteld in de oefening? Heel eenvoudig. Wij kunnen gewoon naar die oefening kijken en we zijn op zoek naar het snijpunt. We hebben gezien in de formule, het snijpunt was de eerste term die we tegenkomen in die oefening.
Vraag 2. What are the inputs? We hebben gezegd, de formule volgt het stramien intercept plus weight maal input. Weight maal input. Weight maal input. Als we die formule gewoon bekijken. De eerste term of het eerste getal dat we zien staan in die formule zal onze intercept zijn of het snijpen met de y-as. Vervolgens is het gewoon een aaneenschakeling van jouw verschillende factoren eigenlijk. Van jouw verschillende producten. De input zal in de formule intercept plus weight maal input zal de derde zijn in dit geval. Dus dat wordt gevraagd naar alle inputs, meervoud. Dus je gaat gewoon op zoek, duid misschien gewoon aan met een fluostift of een blad papier, welke allemaal de inputs zijn in de oefening. Op de dia heb ik het ook nog eens aangeduid met hetzelfde kleur, zodat het een beetje een soort van legende wordt voor jullie. Dus de formule, intercept, gewicht, input. Het eerste getal dat we tegenkomen is intercept. Vanaf dan zijn het producten bestaande uit gewicht maal input. Gewicht maal input. Altijd een heel vast stramien. Derde oefening. Which of the inputs needs to be changed the least to increase the output by a certain amount? De vraag is dus, welke input moet ik het minst veranderen? Dus minst veranderen om ervoor te zorgen dat de output het meest verandert, positief of negatief. Dus aan welke input moet ik het minst draaien om de grootste verandering teweeg te brengen. Ga je daarmee aan de slag? Je bekijkt de formule. Je weet, de eerste term is de intercept. Die hebben we nu eventjes niet nodig. We hebben wel de producten nodig. Die vermenigvuldigingen. We gaan kijken naar de factoren. We zijn op zoek naar de vermenigvuldiging waarbij we een input zoeken. De input die als tweede factor het grootste gewicht heeft. Voorbeeld. We hebben de vermenigvuldiging 5 maal 6. 5 maal 6, 30. Als ik die 5, mijn input, een klein beetje naar boven doe, 6 maal 6, kom op 36 uit. Dus met de verandering van 1 aan mijn input, krijg ik een verandering van 6 aan de kant van mijn output. Van 5 maal 6 naar 6 maal 6. Echter, heb ik een formule 2 maal 112. Als ik die 2 eentje verhoog naar 3, stijgt mijn output ineens met 112. Klinkt logisch. Dus we zijn in deze oefening op zoek naar de input die we het minst moeten veranderen om een zo groot mogelijke verandering bij onze output teweeg te brengen. Dus we zijn op zoek naar de input die als maatje het grootste gewicht heeft in die oefening. Dus het grootste getal als weight. Volgende oefening. What happens when the fifth input is incremented by one? Dus je neemt opnieuw die oefening. Je weet, het eerste is intercept, niet nodig. We gaan op zoek naar de vijfde input. In de formule intercept is intercept plus weight n maal input n. Dus we zoeken naar de vijfde input. Incremented by one wil zeggen verhogen met 1. Of verlagen. Verhogen of verlagen met 1. In dit geval, wat gebeurt als we de vijfde input met 1 zullen verhogen? Een heel eenvoudige oefening eigenlijk. We hebben 0,0 maal 5. Als we 0,0 maal 6 doen of 0,0 maal 4, welke verandering zien we daar? Ik denk dat jullie dat wel kunnen raden. Oké, onze neuron heeft nu de inputs bekeken, die inputs verwerkt aan de hand van de formule die we net gezien hebben. En hij zit nu met een output. Wat moet hij nu doen met die output? Daarvoor heeft hij 3 soorten activatiemethoden of grafieken die hij kan hanteren. Opgelet, dit is echt al heel ruime leerstof. Ik verwacht niet dat dit te kennen en te kunnen is, maar we verlopen het toch maar eens, zou jullie mee zijn. 3 soorten activatiecurves. Step, identity en sigmoid. De eerste, step. We krijgen een grafiek te zien op de y-as van 0 tot 1. En de x-as zien we alles minder dan 0
is gelijk aan 0. Alles meer dan 0 wordt 1. Het is eigenlijk een bijna behoorlijk binaire grafiek die we hier zien. Vanaf dat de waarde boven de 0 komt, is de output 1. Als de waarde onder 0 is, is de output 0. Een step van 1 naar 0. Van 0 naar 1. De tweede hebben we de identity. Is een lineaire curve. Zoals jullie zouden verwachten, of jullie gezien hebben in wiskunde. Heb ik een x-waarde van min 2, zal mijn y-waarde min 2 zijn. Heb ik een x-waarde van 2, zal mijn y-waarde 2 zijn. Heb ik een x-waarde van 500, zal mijn y-waarde, je raadt het al, 500 zijn. De laatste curve lijkt een beetje op een stepcurve, met dat verschil, gelijkenis van 0 tot 1, verschil, alles voor de 0, of een negatieve waarde beter, zal niet als waarde 0 hebben, maar zal de 0 benaderen. Dus 0,000001 bijvoorbeeld. Het is niet 0, maar het benadert de 0. Alles wat groter is dan 0, zal een waarde hebben die de 1 benadert. Niet 1 zijn, maar 0,999998 is wel een waarde die de 1 zal benaderen. Wordt onder andere gebruikt bij bijvoorbeeld kansberekeningen en zo. Onze oefening. Heel eenvoudig. We krijgen 3 soorten outputs van onze neuron en de vraag, we zoeken de curve die het gewenste resultaat geeft. Welke curve dien ik te gebruiken? Ik heb de waarde 5 die uit mijn neuron komt en we zijn op zoek naar de methode of de grafiek die ons de grootste waarde kan geven voor output 5. Dus we krijgen output 5. Je legt die bij elk van de 3 grafieken en je kijkt bij welke grafiek zal ik de hoogste, de maximale waarde hebben. Bij de stepfunctie, een waarde van 5 heeft als output 1. De stepfunctie was de eerste grafiek 0 of 1. Dus 5, maximale waarde is 1. De sigmoïdfunctie, de mooie curve, zal een waarde uitkomen bij 5 die de 1 zal benaderen. De middelste functie, de identity curve, zal ons in staat stellen een waarde van 5 op de x-as is een waarde van 5 op de y-as. Dat is de hoogste waarde van deze 3. Dus bij gevolg identity. Hetzelfde voor min 5. Min 5 zijn op zoek naar de kleinste waarde die we zullen krijgen. Het meest negatieve, de minwaarde. Opnieuw, step. Het is minder dan 0. Step zegt, het is 0. Het is minder dan 0. De sigmoid curve zal zeggen, het zal de 0 benaderen. De identity curve zal zeggen, min 5, waarde is min 5. Heel eenvoudig, ook hier komen we opnieuw uit bij de identity curve. Maar, tenslotte, we krijgen min 2,5 van onze neuron aangeleverd. Die min 2,5 zijn op zoek naar de maximale waarde. Dus de meest positieve waarde die we daar kunnen, of de hoogste waarde die we daar kunnen vinden. Oké? Okay? Denken opnieuw, derde keer troef, identity curve, min 2,5, de waarde die we daar krijgen is min 2,5. Ah, is dat niet zo goed. Bij de stepfunctie, waarde van min 2,5, opnieuw, stepfunctie heel eenvoudig, het is minder dan 0, het is negatief, het waarde is 0. Oké. Okay. De sigmoid curve, min 2,5, het zal dus de 0 benaderen. De 0 benaderen is nog altijd groter dan 0. Voor de derde komen we daar dus bij uit. Met afgerond, hoofdstuk 6. How long do you think it will take before machines do your job better than you do? Automation used to make stupid machines doing repetitive work in factories. Today they can land aircraft, diagnose cancer and trade stocks. We are entering a new age of automation unlike anything that's come before. According to a 2013 study, almost half of all jobs in the US could potentially be automated in the next 2 decades. But wait, hasn't automation been around for decades? What's different this time? Grondig antwoord op hier. Ik heb hier een filmfragment. Filmfragment van Kurt Gezaakt. Kurt Gezaakt is een YouTube-kanaal, een Duitsstalig YouTube-kanaal. Ik ga dat meemonteren in deze video. Bekijk dat. Things used to be simple.
Innovation made human work easier and productivity rose, which means that more stuff or services could be produced per hour using the same amount of human workers. This eliminated many jobs and also created other jobs that were better, which was important because the growing population needed work. So, in a nutshell, innovation, higher productivity, fewer old jobs, and many new and often better jobs. Overall, this worked well for a majority of people, and living standards improved. There's a clear progression in terms of what humans did for a living. For the longest time, we worked in agriculture. With the Industrial Revolution, this shifted to production jobs. And as automation became more widespread, humans shifted into service jobs. And then, only a few moments ago in human history, the information age happened. Suddenly, the rules were different. Our jobs are now being taken over by machines much faster than they were in the past. That's worrying, of course, but innovation will clearly save us, right? While new information age industries are booming, they are creating fewer and fewer new jobs. In 1979, General Motors employed more than 800,000 workers and made about $11 billion. In 2012, Google made about $14 billion while employing 58,000 people. You may not like this comparison, but Google is an example of what created new jobs in the past. Innovative new industries. Old innovative industries are running out of steam. Just look at cars. When they became a thing 100 years ago, they created huge industries. Cars transformed our way of life, our infrastructure, and our cities. Millions of people found jobs, either directly or indirectly. Decades of investment kept this momentum going. Today, this process is largely complete. Innovation in the car industry does not create as many jobs as it used to. While electric cars are great and all, they won't create millions of new jobs. But wait, what about the internet? Some technologists argue that the internet is an innovation on a par with the introduction of electricity. If we go with this comparison, we see how our modern innovation differs from the old one. The internet created new industries, but they're not creating enough jobs to keep up with population growth or to compensate for the industries the internet is killing. At its peak in 2004, Blockbuster had 84,000 employees and made $6 billion in revenue. In 2016, Netflix had 4,500 employees and made $9 billion in revenue. Or take us, for example. With a full-time team of just 12 people, Kurzgesagt reaches millions of people. A TV station with the same amount of viewers needs way more employees. Innovation in the information age doesn't equate to the creation of enough new jobs, which would be bad enough on its own, but now a new wave of automation and a new generation of machines is slowly taking over. To understand this, we need to understand ourselves first. Human progress is based on the division of labor. As we advanced over thousands of years, our jobs became more and more specialized. While even our smartest machines are bad at doing complicated jobs, they are extremely good at doing narrowly defined and predictable tasks. This is what destroyed factory jobs. But look at a complex job long and hard enough, and you'll find that it's really just many narrowly defined and predictable tasks, one after another. Machines are on the brink of becoming so good at breaking down complex jobs into many predictable ones that for a lot of people, there will be no further room to specialize. We are on the verge of being outcompeted. Digital machines do this via machine learning, which enables them to acquire information and skills by analyzing data. This makes them become better at something through the relationships they discover. Machines teach themselves. We make this possible by giving a computer a lot of data about the thing we want it to become better at. Show a machine all the things you bought online, and it will slowly learn what to recommend to you, so you buy more things. Machine learning is now meeting more of its potential, because in recent years, humans have started to gather data about everything. Behavior, weather patterns, medical records, communication systems, travel data, and of course, data about what we do at work. What we've created by accident is a huge library machines can use to learn how humans do things and learn to do them better. These digital machines might be the biggest job killer of all,
they can be replicated instantly and for free. When they improve, you don't need to invest in big metal things, you can just use the new code. And they have the ability to get better fast. How fast? If your work involves complex work on a computer today, you might be out of work even sooner than the people who still have jobs in factories. There are actual real-world examples of how this transition might be happening. A San Francisco company offers a project management software for big corporations, which is supposed to eliminate middle management positions. When it's hired for a new project, the software first decides which jobs can be automated and precisely where it needs actual professional humans. It then helps assemble a team of freelancers over the internet. The software then distributes tasks to the humans and controls the quality of the work, tracking individual performance until the project is complete. Okay, this doesn't sound too bad. While this machine is killing one job, it creates jobs for freelancers, right? Well, as the freelancers complete their tasks, learning algorithms track them and gather data about their work and which tasks it consists of. So what's actually happening is that the freelancers are teaching a machine how to replace them. On average, this software reduces costs by about 50% in the first year and by another 25% in the second year. This is only one example of many. There are machines and programs getting as good or better than humans in all kinds of fields, from pharmacists to analysts, journalists to radiologists, cashiers, bank tellers, or the unskilled worker flipping burgers. All of these jobs won't disappear overnight, but fewer and fewer humans will be doing them. We'll discuss a few cases in a follow-up video. But while jobs disappearing is bad, it's only half of the story. It's not enough to substitute old jobs with new ones. We need to be generating new jobs constantly because the world population is growing. In the past, we have solved this through innovation. But since 1973, the generation of new jobs in the US has begun to shrink. And the first decade of the 21st century was the first one where the total amount of jobs in the US did not grow for the first time. In a country that needs to create up to 150,000 new jobs per month just to keep up with population growth, this is bad news. This is also starting to affect standards of living. In the past, it was seen as obvious that with rising productivity, more and better jobs would be created. But the numbers tell a different story. In 1998, US workers worked a total of 194 billion hours. Over the course of the next 15 years, their output increased by 42%. But in 2013, the amount of hours worked by US workers was still 194 billion hours. What this means is that despite productivity growing drastically, thousands of new businesses opening up, and the US population growing by over 40 million, there was no growth at all in the number of hours worked in 15 years. At the same time, wages for new university graduates in the US have been declining for the past decade, while up to 40% of new graduates are forced to take on jobs that don't require a degree. Productivity is separating from human labor. The nature of innovation in the information age is different from everything we encountered before. This process started years ago and is already well underway. Even without new disruptions, like self-driving cars or robot accountants. It looks like automation is different this time. This time, the machines might really take our jobs. Our economies are based on the premise that people consume. But if fewer and fewer people have decent work, who will be doing all the consuming? Are we producing ever more cheaply only to arrive at a point where too few people can actually buy all our stuff and services? Or will the future see a tiny minority of the super rich who own the machines dominating the rest of us? And does our future really have to be that grim? While we were fairly dark in this video, it's far from certain that things will turn out negatively. The information age and modern automation could be a huge opportunity to change human society and reduce poverty and inequality drastically. It could be a seminal moment in human history. We'll talk about this potential and possible solutions like a universal basic income in part 2 of this video series.
we need to think big and fast. Because one thing's for sure, the machines are not coming. They are already here. This video took us about 900 hours to make, and we've been working on it for over 9 months. Projects like this one would not be possible without your support on Patreon.com. If you want to help us out and get a personal Kurzgesagt bird in return, that would be really useful. We based much of this video on two very good books, The Rise of the Robots and The Second Machine Age. You can find links to both of them in the video description, highly recommend it. Also, we made a little robot poster. You can buy it and a lot of other stuff in our DFTBA shop. This video is part of a larger series about how technology is already changing and will change human life forever. If you want to continue watching, we have a few playlists. De oefening. We hebben de vorige les gezien dat zo'n AI met zijn deep learning en neuraal netwerk heel veel termen gebruikt die we eigenlijk ook gebruiken bij biologie, bij onderwijs. En dat hij dus een beetje lijkt op onze menselijke hersenen. En dat zie je ook. Voor deze oefening ga je naar Google, Google Images, en je zoekt op Artificial Intelligence. De vraag is vrij simpel. Welke beelden krijg je daar te zien? Tenzij dat deze video heel outdated is, op het moment van filmen krijg je heel veel beelden te zien die een combinatie zijn van een computer circuit board, dus die koperspoortjes van een computersysteem, en een menselijk brein. Zo de combinatie van computer en letterlijk menselijk brein. Leg dat eens uit. Waarom krijgen we die beelden te zien? Hoe komt dit? Want als je een computer of een server ziet, of een supercomputer die werkt met artificiële intelligentie, ziet dat er helemaal niet uit als een menselijk brein. Waarom dan? Als je het opzoekt, artificial intelligence, krijg je net wel beelden te zien die lijken op een menselijk brein. Wat is de link tussen die twee? Dus 1. Beschrijf wat je ziet. Wellicht zal dat zijn dat je heel veel beelden ziet die een combinatie zijn van een computer circuit board en human brain of human brain tissue of de human brain alleen. 2. Leg uit wat dit komt. Tip, het heeft zeker te maken met de concepten machine learning, het leren daarbij, en neural networks, het feit dat bij de opbouw van artificiële intelligentie en bij de manier dat die leert, de architecten daarvan eigenlijk gewoon gekeken hebben naar de opbouw van het menselijke brein en zelf letterlijk termen uit de biologie gebruiken om dat leren en die vormgeving daarvan uit te leggen. Wij hebben neuronen. En AI gebruikt ook neuronen. Ze zijn niet biologisch, maar het idee erachter is hetzelfde. Dus ze gaan zodanig vaak te leen bij de menselijke leer- en neurobiologie, dat dat misschien wel een link kan zijn. Het is dus een schrijfopdracht. Hou het kort, met ongeveer 8 à 9 regeltjes moet je wel toekomen. Opgelet, ook hier is een peer review nodig. 3 zelfs. Voor deze opdracht, je maakt je opdracht, neem een screenshot van je schrijftaak en dien die in, stuur die door naar mij. 2, na je peer reviews, als je punt gekregen hebt, dus een punt op 5, stuur je je score, je peer reviews, ook via screenshot door naar mij. Ik verwacht dus van jou, na deze les, dat je 3 dingen gedaan hebt. Les gevolgd natuurlijk, maar ook de video bekeken hebt van Kurzgesagt. Ik verwacht van jou een print screen van je schrijfopdracht. Ik verwacht van jou screenshot van de punten op de peer review die je gekregen hebt op die schrijfopdracht. Vrij eenvoudig. Veel succes. Heb je vragen, loop je vast, werkt er iets niet? Stuur gerust een bericht via Smart School of een bericht via Teams. Tot de volgende!